Daarnet was ik trouwens heel erg moe, maar nu valt het eigenlijk best wel mee. Wel, het is nu 4:15 en het voelt echt alsof ik in het midden van de dag ben opgestaan. Want dat ook wel een klein beetje zo is, aangezien ik normaal tot 8-9 uur slaap. Momenteel al 2 werksessies gedaan van 25 minuten en nu zit ik in mijn 5 minuten break en ik ga even afwassen. Daarnet was ik trouwens heel erg moe, maar nu valt het eigenlijk best wel mee. Zo. En het leuke is dat er eigenlijk al redelijk licht begint te worden buiten. Dus om 5 uur was het echt nog donker. En nu is het gewoon licht. Dat is mijn wekker om te zeggen dat ik moet beginnen werken. Kijk, redelijk licht. Toppie! Zo even allemaal plantjes water geven op mijn balkonnetje. Want het is nu nog lekker fris buiten. Dit is zoals mijn achtergrond. Mijn view. Ik had net mijn lange break en nu heb ik even wat cornflakes gepakt, want het is 7:15. Het is wel grappig hoe ik al 2 uur aan het werken ben aan vlogs en zo. Terwijl ik anders normaal gezien pas over 10 minuutjes zou opstaan. En ik sta enkel en alleen op vandaag om 9 uur. Ik zou enkel en alleen vandaag opstaan om 7:30. Omdat ik om 8:30 moet vertrekken. Net een heel mini klein stukje gefilmd voor de intro van de zonnige zomervlogs. De rest ga ik bij mijn ouders thuis filmen. En ik hoop dat het leuk wordt. Maar uiteraard hebben jullie het al gezien als deze vlog online komt. Want dat was de intro van vandaag. Als je hem leuk vindt, laat het even hier weten in de poll in het hoekje. Ik ben klaar met werken voor deze ochtend. Het is nu 8:02 en ik ga beginnen me klaarmaken om naar mijn ouders te vertrekken. Ik moet nog wat spulletjes verzamelen en zo van die dingen. Ik ben wel trots op mezelf omdat ik al heel wat heb kunnen doen. Gewoon omdat ik zo vroeg ben opgestaan. Want normaal gezien als ik om 7:45 8:30 weg moe, dan doe ik eigenlijk helemaal niks meer 's morgens. En nu heb ik echt al heel veel gedaan. Ik heb al verschillende vlogs geëdit, waardoor dat er terug een vlog vanavond online komt. Iets dat ook wel weer eventjes is geleden, omdat ik even een break nodig had. Maar nu heb ik terug vlogs geëdit. Ik heb er 4 volledig geëdit en 3 die nog een klein beetje extra nageëdit moest worden. En nu heb ik die ook online gegooid. Alleen ingepland op YouTube, maar die zijn nog aan het laden. Ik ga niet liegen, de eerste minuten waren echt heel erg moeilijk. Omdat ik zoveel zin had om mij in mijn bed te laten liggen. Maar ik heb het niet gedaan. En nu ga ik naar mijn ouders vertrekken. Het is hier super donker, omdat ik alle gordijnen heb toegedaan, zodat het niet te warm wordt hier vandaag, wat dat waarschijnlijk wel gaat worden, maar let's hope. Nu ga ik naar mijn ouders en daar gaan we samen met mijn zus naar de Auchan. Nee, naar Leclerc. Over de grens van Frankrijk. En hopelijk stopt deze vlog ondertussen niet met uploaden.
ziet er zo lekker uit. Pannenkoek met chocola. Ook maar abrikoos. Net een paar uur gewerkt en nu ga ik richting het zwembad. Een beetje afkoeling gaan zoeken. Want wacht, het is warm. Oei, ik mag niet vloeken. Want hey, het is warm. Het is gewoon echt, echt warm. Zeker in mijn auto nu. Het heeft hier ja, 4 uur in de zon gestaan. Dag 6. Het wordt een donderdag. 36 graden wordt. Ik heb wel een keer zoveel graden gehad, maar dan in Sevilla. En in Sevilla valt dat redelijk mee. Oké, het is warm, maar het valt mee. En overal hebben ze airco. Je gaat daar gewoon niet buiten tussen 1 en 4. Net een uur gezwommen en ik heb het echt super, super gek. Het heeft wel echt deugd gedaan in het frisse zwembad. Ik heb 5 lengtes gezwommen. En ik ben eventjes aan het stikken in mijn auto. Waarom zijn auto's zo warm in de zomer? Oké, tijd voor de airco en zo. Het is nu kwart na 9. Ik heb nog gegeten toen ik uit het zwembad kwam. Gewoon een brood. Die ik gekocht, alleen zo'n lange pistolet, zo'n stokbrood, die ik kocht bij Leclerc. Ik besef net dat ik geen shoplog heb gedaan, maar ik ga het nog filmen en er vandaag in steken of er morgen of zo in steken in de vlog. Het was echt een stokbrood van 29 cent, dus ik ben heel blij dat ik het heb meegenomen. En ik heb ondertussen 1 aflevering van Once Upon a Time gekeken en nu is het alweer tijd om te slapen. Morgen is het weer vroeg op. Het is 8:22. Ik ga nog een paar minuutjes opblijven. Maar dan ga ik slapen. Want morgen is het weer om 4:45 opstaan. Wel trouwens al een paar dagen aan het proberen om een boek te lezen. Maar het lukt me niet, want ik raak echt niet in het verhaal. Dus morgen een ander.